En hoe heeft zij zich mentaal hersteld van die val op de 500 meter? Ja, Sandra was goed hersteld. Ze heeft een uur lopen balen, vertelde ze later. Maar daarna kon ze alweer lachen. En hier gaat het gewoon weer opnieuw proberen. Tegen de sterke Gunda Niemann, en dat is toch lastig starten. Die zal zo meteen als een haas onderdoor komen. En Sandra moet haar eigen race blijven rijden. Maar ze blijft ernaast, Sandra Voetelink. En nu dan komt Niemann op het rechterstuk wat voor. En zij opent in 27.09 exact dezelfde opening als Burner. Die is dus wat van plan. En wat is Sandra van plan? En ik heb het idee dat de wind wat is gaan liggen. De vlaggen hangen stijf langs de stokken. Dus wat dat betreft heeft ze geen nadeel. Sandra nu op een meter of 20 lengte. Komt wat terug naar 15 meter. Maar blijft ruim achter bij Niemann. En we gaan kijken naar de 700 meter tijd. Kijk naar de tijd rechtsboven. 58.30. En Niemann zit daar boven. 58.67. Ronde tijd 31.5. Dat zou toch verrassend zijn? Dat is ontzettend verrassend. En wat heeft die Niemann er toch gewoon zwaar. Je kan dat zien aan dat rijden van de. Het is een knokker, het is een vechter. Ze zal het nooit opgeven, maar het wordt wel heel erg spannend. 1.31.16 na een rondetijd 32.8 had Burner hier op de bel. En dan 1.31.70. Nog steeds dezelfde achterstand als in de ronde hiervoor. En 1.34.69 is redelijk van Sandra Voetelink. Ja, Sandra die dan toch iets te hard van start gegaan is tegen Niemann. Maar die Niemann, redt ze het of redt ze het nu niet? De voorsprong op Voetelink is 50, 60 meter. Dat was te verwachten. Maar kijk, het zwoegen van Gunda Niemann Kleeman. Olympisch kampioene zondag op de 3 kilometer. 2.05.87 moet ze halen. En dat redt ze net niet. Dan heeft ze toch nog een hele snelle laatste ronde gereden hoor. 500ste sneller dan Burner. Maar ze redt het niet. Ook op 500ste. 2.05.92. En dat betekent zilver of wellicht straks brons. Want Warnieke komt ook nog voor Gunda Niemann. En zelf moet ze daar toch ook teleurgesteld over zijn. Gedoodverfd kampioenen op meerdere afstanden. De hele tijd tegen die tijd aanzittend van Burner, er iets boven. Wellicht door de omstandigheden. Wind kan het niet geweest zijn, maar wel wellicht het ijs. En dus heeft ze het niet gehaald. Voorlopig.